Welkom bij een nieuwe Knipping en Van Duren. En vandaag heet van de naald de toeschouwersgemiddelde van vorig seizoen. We hebben even zitten rekenen, alles bekeken en de winnaars en de verliezers eruit gehaald. Het allerbeste nieuws, voor het eerst sinds 5 jaar komen er gemiddeld meer toeschouwers naar de Nederlandse eredivisiewedstrijden. Hoera! Het zijn er alleen gemiddeld maar 37. Dit jaar 18.048, vorig jaar 18.011. Maar wel een trendbreuk. We hebben dadelijk de grootste winnaars en de grootste verliezers. Maar het hele landschap werd overhoop gehaald door één club die binnen kwam vliegen, Tom. Ja, Twente doe je dan ongetwijfeld op, hè? Ongelooflijk. Ja, ja. Die hadden vorig jaar in de keukenkampioendivisie al onvoorstelbare aantallen. Ja, nu ze in de Eredivisie binnenkomen, zijn ze waarschijnlijk met de nummer 4 dan, denk ik. De nummer 4, 27.000 gemiddeld. Krankzinnig. Maar je ziet dat nu ook weer met die seizoenkaartenverkoop. Volgens mij hadden ze, supporters kunnen voorlopig niet eens komen. Er staat niet eens een selectie. Er is geen trainer. En ze hadden binnen één dag al 8.000 kaarten verkocht. Ik heb er nooit zoiets gezien. Heel bijzonder. Ik vind het ongelooflijk. Ja, ze gingen langs met Beenham bij de huizen. Maar om daar nou... Ja. Dus je vraagt aan je supporters... We weten niet of jullie mogen komen. Ja. Waarschijnlijk mogen jullie tot de kerst helemaal niet kopen. Maar kopen een seizoenkaart. En ze hebben met 10.000 al gekocht. Diepe buiging aan de tukkers. Maar het betekent ook, we hebben eigenlijk een grootmacht bij op publieks gebied. Joop Munsterman heeft wat achtergelaten. Dat mogen we wel concluderen, toch? Ja, tuurlijk. Hij heeft uiteindelijk dat nieuwe stadion weten te realiseren. En dat blijkt ook gewoon na jarenlang wanbeleid, de eerste divisie gezeten, ook afgelopen jaar natuurlijk weer niet echt verwend. Voetbal is niet om aan te zien, laten we eerlijk zijn. Dat het toch een enorm potentieel is en een enorm trouw en loyaal publiek wat gewoon altijd komt. Zij verdienen eigenlijk een beter beleid dan wat ze krijgen, maar ze blijven gewoon komen. Dan heeft Munsterman toch iets goed gedaan, of niet dan? Ja, die heeft natuurlijk een geweldig stadion gewoon achtergelaten. En heeft toch ook goed gezien dat daar een enorme markt is met hondstrouw publiek. Wat ondanks allerlei wanbeleid van de afgelopen jaren en zelfs jaren in de eerste divisie gewoon massaal blijft komen. Ja, ik heb dit sinds Heerenveen niet meer gezien. Daar werd het FC Friesland met de pompenbladen en zo. Ja. Maar ook... in Heerenveen en ook in Groningen zag je naarmate dat het natuurlijk minder ging en de bestuurscrisis kwamen en de prestaties minder werden. En ze zijn dan niet eens gedegradeerd dat daar ook de toeschouwersaantallen op een gegeven moment heel snel begonnen te kelderen. Hoe slecht het wordt, hoe meer er komen daar bij Twente. Ja, bij Twente zie je bijna het omgekeerde. Ja. Nou, bijzonder om mee te maken en ook echt bijzonder om te zien. Ja, maar ze dragen echt die club, hè? Ook met alle wat ze uitgeven, ook rond zo'n wedstrijd. Hè? Volgens mij is er geen club die zoveel verdient aan horeca. Tent is het volgens mijn collega Tom Knipping. Die is zeer goed ingevoerd meestal. Doorgaans wel, niet altijd. Maar die schreef dat het waarschijnlijk de club was die het meest afhankelijk was van de inkomsten van supporters in het stadion in Nederland. Ja, ze hebben een horeca in eigen beheer genomen. Ze hebben 6 miljoen omzet per jaar aan bier en broodje Beenham. En Ajax heeft bijvoorbeeld dat niet. Volgens mij heeft Ajax maar 4 ton horeca omzet per jaar. Om dat even aan te geven wat dan het verschil is. Dus Twente die verdient daar heel veel geld mee. En wordt dus ook hard geraakt als er geen publiek komt begin volgend seizoen. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat ze nu zoveel seizoenkaarten al hebben verkocht. Ja, bijzonder. Echt een heel bijzonder verhaal. Ja, volgens mij is bij Ajax 23% de inkomsten die komen uit de revenue van tickets en stadion. Bij Twente zit het boven de 50 waarschijnlijk. Ik denk dat Twente het grootste slachtoffer is van die hele crisis. Van voetballen. Maar de supporters redden ze weer. Ja, precies. Ja. Zeg je goed, ja. Want zij verliezen in potentie het meest van voetballen in lege stadions. En Ajax, dat wordt een beetje opgeblazen, want Ajax is het grootste slachtoffer. Ja, wat veel mensen niet weten, dat het eigenlijk wel meevalt. Als je kijkt naar de Arena, dat is het grootste stadion van Nederland. Mm-hmm. Dat betekent niet dat ze automatisch het grootste slachtoffer zijn. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat de huur is deels gerelateerd aan de recettes. Dus haalt Ajax minder uit kaartverkoop, hoeven ze ook minder huur te betalen. En dat hebben alle andere clubs in Nederland hebben dat eigenlijk niet. Die hebben gewoon vaste huurbedragen en die moeten eerst met de huurbazen gaan onderhandelen als ze het omlaag willen hebben. En Ajax heeft als enige het voordeeltje, dat komt er geen publiek naar stadions, hoeven ze ook minder huur te betalen. Ja, en even voor, dit scheelt weer 3000 comments onder het filmpje. Dit gaat over verkochte kaarten inderdaad, want de club die het meeste publiek trok in Nederland was Ajax, komen we zo op. De grote winnaar is eigenlijk Twente in alle geledingen, brengt de Eredivisie na 5 jaar, het grappige is de Eredivisie heeft Twente uitgekotst, ze komen terug. Ze brengen de Eredivisie voor het eerst weer winst.
Ja, het zat maar, echt een neergaande lijn, hè? Ja, al heel lang. Ja. Ik heb het, we zitten nu op 18.000, maar een paar jaar geleden zaten we bijna op 20 en 10 jaar geleden ook. Dus er zijn 500.000 mensen weggelopen. Dus voor de eerste lange tijd dat zich nu stabiliseert. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar kijken we iets verder en halen we Twente weg, dan zijn er nog maar 5 clubs die meer toeschouwers hebben getrokken. Dus het is niet zo dat het hoera is en de vlag kan uit. En, hangt echt aan een paar clubs, hangt dat. Ja, en die 5 clubs hebben bijna niets erbij. En in de eerste divisie zijn ze natuurlijk waarschijnlijk achteruit gegaan, of niet? Nu Twente daar is weggevallen. Ja, maar er zitten nog steeds op 4.200. Omdat ook NAC is gedegradeerd, ook een belachelijke club. Maar eerst even ook omdat de regie dat vroeg. Onze Fellini zei, hou die clubs aan, doe ik ook. De grote winnaar, die hebben er 620 toeschouwers bij gekregen na Twente. Wie is dat? Willem II of Utrecht misschien? Bijna goed, het was Feyenoord. Oh. Feyenoord heeft er 620 bij. Dat is als het dan was gebleven, was dat niet gebeurd, want het liep daar leeg. Hè? Maar dat hebben ze echt pas na die trainerswissel dan waarschijnlijk. Absoluut. Gebeurd, en de sportieve resultaten natuurlijk belangrijk. En Feyenoord had al veel verloren de afgelopen jaren. Die hebben het kampioensseizoen gehad en daarna is het eigenlijk minder geworden. Dus die hebben weer een plusje te pakken. Tweede heb je wel goed, dat is de andere bekerfinalist. Okay. Van Zeumeren zit bijna op de 20. Gemiddeld 19.438. Een winst van 597 toeschouwers per wedstrijd. Ja, dat zit er toch al een tijdje in de lift, heb ik het idee. Hè? Het leeft daar in ieder geval meer. Ik heb ook het idee dat er bij Utrecht iets broeit. Maar ze komen maar niet helemaal er doorheen. Maar er zijn in Nederland 4 clubs die meer dan 20.000 toeschouwers trekken. 1,50 Ajax, 2,40 Feyenoord, 3 in de 30 PSV, Twente dus diep in de 20. En Utrecht zit bijna als 50 club op dat niveau, dus dat is knap. En ook, het is ze gegund. De derde heb je ook... Maar het is nog steeds belangrijk niet uitverkocht dan. Hè? Nee, nog steeds niet, dat blijft verbazen. Het stadion is eigenlijk dan toch te groot waarschijnlijk voor Utrecht? Nee, denk ik niet. Ik denk dat ze gewoon meer sportief succes nodig hebben. Denk ik. Dat ze toch iets, nog één stapje extra moeten maken. Maar weet niet hoor. Daar heb je gelijk in. Dat is een club die zeker geen te groot stadion heeft. Dat is Willem II. Vroeger Stillem II. Ja, dat is totaal omgeslagen daar de sfeer. Hè. Dat hangt natuurlijk ook samen met sportieve resultaten. Maar dat heette vroeger Stilburg. Hè. Ja, lacht dus om een Breda. Ja. En het is nu eigenlijk een van de meest sfeervolle stadions in de Eredivisie geworden. Met ook dik 580 mensen meer gemiddeld. Ja. Of gemiddeld per wedstrijd. Ja, dan zijn ze eigenlijk een grotere winnaar dan Feyenoord dus. Want 580 op 13.000 is natuurlijk een grotere stijging dan 620 op meer dan 40.000. Percentueel gezien is Willem II kampioen geworden. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En dat hebben we vorige keer ook gedaan, hè, percentages en de toeschouwers. Wat ik me dan wel afvraag, ze willen dat stadion, geen nieuw stadion nu. Willen ze wel, maar dat duurt lang. Ik denk, zet er dan nu een tribune, begin dan met één tribune alvast. Want dan kun je dat momentum ook pakken, zeg maar. Is dat geen idee? Dat ze ook bij de Eagles hebben gedaan. Gewoon die directie van Willem II. Kijk, de vorige directie was een plan om stadion te kopen. Ja, weet je. Daar heel veel aan te gaan vertimmeren. En toen is Martin van Geel gekomen. Die heeft er nog eens goed naar gekeken. Vond hem niet zo handig. Nee, die is ook iets conservatiever. Dus die wil het eigenlijk toch blijven huren. En het is wel zo dat ze het goed hebben gedaan dit jaar. Maar het is niet zo dat alle wedstrijden stijf waren uitverkocht. Eens. Dus het is ook de kunst natuurlijk om niet te groot te gaan. Ja, wat je ook niet wil, is bijvoorbeeld zoals in Heerenveen of Groningen, wat nu het geval is, dat je voortdurend heel veel lege vakken ziet. Schaarste creëren. En wat die clubs toch vaak het interessant vinden, is het echte geld verdienen ze toch met die skyboxen en sponsorplaatsen. En met seizoenkaarten verdien je relatief weinig, en terwijl het wel een grote investering is om bij te bouwen. Ja, precies. Ander puntje binnen twee, zag maar, daar gaan we het hier niet over hebben. Uitwedstrijden staan ze ook heel erg hoog. Nemen ontzettend veel publiek mee naar uitwedstrijden. Ze hebben toch ook zo'n, was dat Ajax uit, dat ze op zo'n groot scherm ook hebben gekeken in het stadion. Inderdaad. Ja. En, wordt heel veel georganiseerd rond die club. Ruis. Dus ik zou denken, zet er een tribune bij. Maar jij precies, doe maar schaars te creëren, niet te snel van duren. Nou nee, ik zeg even wat er gebeurt. Ik heb ook een idee van dat er wel meer in zit daar. Ja, zet dan één tribune in ieder geval wat hoger. Doe iets, weet je wel, nu. Maar jij misschien, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ajax groeide 355, dat is percentueel gezien natuurlijk heel weinig. En daar hebben ze volgens mij iets uitgebouwd. Ja, voor duidelijkheid, het is na 26 wedstrijden allemaal. Hè? Mm. Ja, precies. We moesten een eindmoment nemen. Nee, dus als je Ajax thuis nog had gekregen, dan was je misschien wel hoger geëindigd op de ranglijst natuurlijk. Hè? Ja, of doe je nog mee aan het einde. Ajax, Feyenoord, PSV zijn toch de publiekstrekkers. Nou, doe je aan het einde nog mee voor een titel of niet, dat is altijd zo. Maar dat is hetzelfde. We hebben hetzelfde gedaan als KVB, hier stopt de competitie en je kunt dan wel gemiddelde pakken.
De vijfde vind ik het interessantste, vreemd genoeg. Ik zeg, er is een club die al heel lang alles doet om de leegloop tegen te gaan. Het is een kerk die leegloopt. Alle gelovigen lopen. Nou, als je een kerk zegt, zal het een groene kathedraal wel zijn. Heel goed, het zijn er maar 126. Maar jij hebt volgens mij Gudde ook nog recent al gesproken. Dit betekent veel, hè? Ook al is maar een piepklein plusje. Ja, het is heel belangrijk als de daling natuurlijk is gebroken. Want het ging een vrij steile lijn naar beneden toe. En op een gegeven moment vroeg je wel af, ja, waar gaat dat eindigen? Ja, als het te leeg wordt, zoals bij Vitesse, dan willen mensen ook, dan voel je een idioot als je in het stadion zit. Ja, dus dat is wel echt een belangrijk signaal. En ze hadden ook al maatregelen genomen voor het nieuwe seizoen. Hè. Ze zouden de seizoenkaart prijzen. Ja, omlaag halen. Zeg maar voor de tribune achter het doel, waar de harde kern zit, die zou omlaag gaan. Ook om ervoor te zorgen dat er wel voldoende publiek in het stadion blijft. Want als het te leeg is, het ziet er op televisie. Je ziet het nu met voetbal in lege stadions in Duitsland. Ja, dat was al bijna aan de hand in Groningen. Het zag er gewoon op televisie ook niet meer uit, hè? Nee, was heel triest. Al die groene stoeltjes die je van een scherm afspatten. Het was niet de place to be. Het was natuurlijk een tijdje wel. Want ik kan me herinneren toen het stadion net open was. Toen ze een paar succesvolle jaren hadden. Wachtlijsten. Ja, wachtlijsten. En dat toen zijn ze overwogen om het nog uit te breiden. Wat ik nu in Tilburg voorstelde. Dus dat kan later inderdaad een heel dom idee zijn. De verliezers. We hebben al jaren, ik pak er drie. Jullie kunnen de hele ranglijst, kunnen jullie allemaal kijken, zien. Hier in het filmpje, anders op VI Pro, noem maar op. Kun je eigen club opzoeken. Maar we willen wel even de drie grootste verliezers. En dat zijn de clubs die het meeste publiek verloren afgelopen seizoen gemiddeld. Eén club wil ik daar uitlichten, en dan weet je al meteen waarschijnlijk, want dat is niet eerlijk, daar is een dakje afgewaaid, kunnen we eigenlijk niet meetellen. Nee, AZ. Ja. Ja. Dat betekent dus ook als AZ gewoon in het eigen stadion had kunnen spelen, dat de Eredivisie best aardige plus had geschreven. Dat de cijfers jaar nog beter waren geweest, inderdaad. Ja. Want AZ is 4.277 mensen per wedstrijd kwijtgeraakt, vind ik nog niet eens zoveel. Nee, dat betekent ook dat nog steeds heel veel mensen naar hun reservestadion in Den Haag zijn gekomen. Ja, vind ik echt bijzonder. Ja. Ze hadden bijna meer publiek dan Den Haag zelfs nog, maar serieus. Maar het is wel zuur natuurlijk, zeker ook omdat het zo'n succesvol seizoen was. Ooit wel hoogst. We meededen om het landskampioenschap, in Europa mooie wedstrijden gespeeld. Dat je dan eigenlijk het hele seizoen buitenshuis moet spelen en daardoor zoveel publiek verliest, dat is eigenlijk wel ongekend. Maakt het des te knapper natuurlijk wat ze hebben gepresteerd. En die organisatie heeft een dreun gehad. En dus die doen we een beetje buiten mededinging, want zoiets, dat mag je dan, dat zijn geen gelijke dingen. Er zijn er nog twee andere verliezers. Eentje staat al 7 jaar lang bij de club die, ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen, verliezen weer op 1 na meeste toeschouwers. 728 per wedstrijd. Welke club zou dit gaan? Maar bedoel je Vitesse? Ja, het is weer Vitesse tot mijn grote verdriet. Dat is toch wel heel merkwaardig eigenlijk, hè? Het is eigenlijk een fantastisch stadion om naartoe te gaan. Ik vind het een van de meest publieksvriendelijke stadions. Je zit dicht op het veld. Dicht op het veld, je parkeren makkelijk. Precies, parkeren makkelijk. De sfeer is ook helemaal niet zo slecht. Nee, en de prestaties zijn de laatste jaren natuurlijk. Ja, het is niet dat je meedoet om een kampioenschap, maar je speelt wel altijd mee in de subtop. Je doet mee om Europees voetbal. Pak je een top 10, top 5 van de laatste 10 jaar, staat Vitesse 5e, denk ik. Ja. Zeg ik zo, maar het klopt wel. Precies, 65 play-offs aantal keren gespeeld. Dus ja, daar ligt die vraag. Je vraagt je af, stel dat Vitesse een keer een minder jaar heeft een rechterrijtje speelt, waar zou ze dan in hemelsnaam eindigen? Nou, er was dit jaar heel veel gedoe rond Slutsky natuurlijk, het verdedigende voetbal. Maar ze hebben dit jaar... Ja, maar het is een trend gewoon. Ieder jaar gaat het aan de beneden. Ja, ze hebben dit jaar eerste gestaan. Dat was na een wedstrijd of 8-9 was dat, weet je nog. Dus het is angstaanjagend hoe snel het daar leeg loopt, zeg maar. En Nijmegen maakt ze altijd grapjes, die 1,5 meter regeling. Die hebben ze al jaren daar in het Gelderdoom. Maar dit is niet meer grappig. Weer 728, waar houdt het op? Dus het is wel, ze spelen echt in de stadion. Dat begint nu echt heel erg onheimisch te voelen op deze manier. Ja, zeker als je er nagaat dat ze een ton per wedstrijd ongeveer huur moeten betalen aan een huurbaas. Ze hebben ook de duurste huur relatief nog. Ja, en als je dan zo weinig publiek trekt, dan is het toch, heb je wel een probleem. Nou, ook er is geen oplossing. Ze kunnen niet in Nijmegen gaan spelen, ze kunnen ergens anders naartoe. Er is nu een kort geding, ze willen ook die huur. Maar heb jij een idee waar het aan ligt dan, dat er zo weinig publiek komt? Ja, ik denk dat het imago niet helpt.
En kijk, ieder jaar weer wordt je verteld dat er mooie plannen zijn. En ieder jaar is het weer anders. Joost de Wit vertrekt, de algemeen directeur is weg. De technisch directeur is weg. De trainer is weg. Zijn assistent is weg. Hoofdopleiding. En nu krijg je weer het nieuwe verhaal. We gaan het zo doen. Ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. En het raar is dat de mensen die bij Vitesse werken zo hun best doen om de Theo Bos-tribune, om het hun eigen club te maken. En het is een van de oudste clubs van de Eredivisie. Het is een ontzettend aantrekkelijke club. Maar op een of andere manier is het geen warme club. En je wil ook helden hebben, zeg maar. Maar ja, met Lins en zo zou je zeggen. Ze hebben toch een paar aantrekkelijke spelers. Ja, in absolute aantallen is het ook niet super slecht. Hè? Het is niet zo dat ze onder de 10.000 zitten of zo. Nee, maar ze gaan nu richting PEC Zwolle. En als je ziet dat Utrecht op 20, Twente op 27, Groningen, Heerenveen, dan valt nu echt een gat. Ja. Zij hebben gewoon behoefte aan een fantastisch jaar. En met een aantal jeugdspelers, met een aantal spelers waar mensen mee identificeren. En ook eens een keer een vast beleid. En het blijft toch een beetje die club die, hè, van die miljonair en die multimiljonair van die Russen. Maar dat maakt geen moer uit, want als je goed speelt en het aanvallend speelt, dan komt het publiek alweer. Alles staat er klaar voor. Dus daarom schrok ik ook een beetje zo. Maar ze zijn dit zo natuurlijk op zevende geëindigd. Halverwege is de ding, daar komt Honda er weer bij. Er is altijd wat te doen, maar ik schrok er een beetje van dat het weer zoveel minder was geworden. Dus, en wat ze nu willen doen is dus een heel nieuw beleid. Hè. Ze willen een beetje AZ achterna allemaal. Zorg maar eens dat je dan 3 jaar hetzelfde beleid, dat mensen snappen waar je mee bezig bent. Misschien dat dat wel kan helpen. En dan een keer succesje. Blijft er één over die ik niet kan verklaren. Dat is eigenlijk de club die het meest heeft verloren. Zou AZ niet meenemen. Fortuna Sittard. Gün, een hele slimme Turkse eigenaar. Die heeft altijd zinnige teksten. Het ook erg in de spelershandel altijd. Wat is daar, waarom zijn er 1125 mensen weggelopen? Heb jij enig idee? Ik kan er niet op komen. Nou ja, het achterland is gewoon te klein. Dat is gewoon, vorig jaar ging ze van 0 naar 9000, zeg maar bijna. Ja, maar dat was natuurlijk ook niet echt. Dat was al niet echt superveel. Als je, hoe lang hadden ze niet in de eerste divisie gezeten? 108 jaar, Eredivisie, ja. Ja, dus na zoveel jaar promoveerden ze weer een keer. En toen was het stadion, wat toch geen al te groot stadion is, niet eens vol. Okay, ik ben dit jaar wel een aantal keer geweest, maar daar was hem niet voor de helft gevuld. Want hoeveel toeschouwers zijn ze nu uitgekomen? Heb ik niet staan, maar ze hadden vorig jaar 9000 ongeveer, dus het zal 7800 zijn of zo. Kun je allemaal nakijken in de cijfers. Ja, dat is voor de natuurlijk wel erg weinig. Is weinig, hè? Vind ik echt weinig. En dat zal jou weer het FC Limburg verhaal uitkomen, zoals iedereen altijd, denk ik. Te veel op te klein. Maar jij kijkt nou ja, als je kijkt van wat natuurlijk sportief, hoe kun je sportief zo hoog mogelijk eindigen en een hoge begroting draaien? Ja, dan is FC Limburg het enige antwoord. Zoals RC Racing Club Genk iets over de grenzen ook heeft gedaan. Ja, Fortuna, Roda en MVV trekken natuurlijk allemaal geen volle zalen. Dus het heeft gewoon met de achterland te maken. Dus bij Fortuna zullen nooit 15.000 mensen komen te zitten. Ze hebben nu een opleving voor het eerst in een heel lange tijd. Er komt gewoon heel weinig publiek op af. Terwijl, nou, ik vind het wel veel het eerste jaar 9000. Terwijl je zo, je hebt met je hele achterban, je bent 3 generaties verloren. Iedereen die zit dat opgroeit, wordt dan toch voor Ajax of PSV. Want die club zit, dat was natuurlijk, die bestond amper nog. Dus ik denk, ze hebben wel heel veel nieuw publiek weten te trekken vorig jaar. Als je voor het eerst een lange tijd Eredivisie speelt. Alle grote spelers komen daar. Dus 9000 gemiddeld natuurlijk niet echt superveel. Nee, en dat tweede jaar minder, is dat dan misschien ook dat de nieuwe factor, de factor van... Ja, tuurlijk, de nieuwigheid is eraf. En kennelijk vonden een hoop mensen toch niet aantrekkelijk genoeg. Ondanks fantastische prestaties als ze erin blijven. Om dan het komende jaar, het jaar erna weer terug te komen. Zou het ook met herkenbaarheid kunnen maken? Net zoals Vitesse, dat je denkt van... Ja, maar daar geloof ik eigenlijk niet meer zo in. Dat denk ik niet dat bij Vitesse het probleem is. Want in Engeland zitten de stadions wel allemaal vol. Dan heb je ook allemaal eigenaren die natuurlijk ook allerlei spelers vanuit alle winststreken... Dat is 1948 breken, inderdaad. Ja, daar heb je gelijk in. Mensen willen succes en mooi voetbal. Ja. Ja. Dus ik denk dat niet zo'n hele grote rol speelt. Ik denk gewoon dat het achterland te klein is om daar een uitverkocht stadion te hebben. In Sittard bedoel je? Ja, in Sittard, ja. Want ja, het ligt aan... Je kunt hem heel makkelijk kaartjes kopen, ze kosten bijna niks. Hè. Je hebt de stadiontest nog gedaan, hè? Je hebt nooit uit hebben we helaas niet af kunnen maken, maar we waren inderdaad alle stadions aan het bekijken en aan het beoordelen. Nou, volgens mij kon je bij Fortuna de goedkoopste kaartjes in de hele Eredivisie kopen. Heel makkelijk online te bestellen. Meteen in je mailbox. Nou, parkeren is geen probleem. Hè. Grote parkeerplaatsen rondom het stadion. Nog een garage eronder. Dus je rijdt er zo naartoe. Ja, prettig dus. Ja, prettig stadion. Van de buitenkant ziet het eruit als een soort IKEA. Maar ja, goed.
wel heel makkelijk te bezoeken en te bereiken. Ja. En, ja, maar kennelijk leeft het toch niet genoeg in die streek om grotere toeschouwersaantallen te halen. En als het dan in de tweede Eredivisie een jaar al zo hard terugloopt, dan is het wel een risico dat ze dat gaan doorzetten. Duidelijk. Nou, jullie kunnen het allemaal terugkijken, zoals ik al zei. Hoera, meer toeschouwers. Dat gaat ons volgend jaar vrijwel zeker niet lukken. Want dan gaan we, nou, volgens mij gaan we zonder publiek beginnen. Oh, zo bedoel je. Ja. Ja, nee, dan gaat het niet lukken. Nee, dan wordt het een 0-0. Ja, dat gaat echt gebeuren. Hè? Dus, nou, in ieder geval een gedeelte van het seizoen. Ja, daar lijkt het wel op. Dus 18.000 zal niet snel weer. We hebben de 18.000 grens in de Eredivisie in ieder geval weer weten te handhaven. Want ook daar ging het zo. Dat was positief afgelopen seizoen. Ja, dat is voor de Eredivisie super belangrijk. Omdat hier het bezoeken van het stadion natuurlijk veel belangrijker is dan in andere landen waar de tv-gelden heel hoog zijn. Daarom. Ja. Daarom is het zo belangrijk, of daarom behandelen we dit ook. Het geeft ook heel veel aan over de gezondheid van de clubs. Ja, de vitaliteit van de clubs. Ja. En wat het ook aangeeft, allemaal leuk, volkscultuur nummer 1 is en blijft gewoon voetbal. Die cijfers spreken voor zich. Dank voor het kijken. Volgende keer, zorg goed voor jezelf. Tom, wil je nog wat zeggen? Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.